Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets van Barbie voor jullie en dit komt uit de Spy Squad serie. Dit is geen gewone Barbie pop, maar dit is de Barbie Spy Squad Junior geheimagent. Dus dit is een kleinere versie. Barbie poppen zijn natuurlijk veel groter. En deze ziet er een beetje uit als Barbie's kleine zusje Chelsea. Maar goed, dit is dus een kleine versie. Bij Barbie's Spy Squad gaat het erover dat Barbie en haar vriendinnen, die eigenlijk turnsters zijn, dan worden ze geheim agent. En dit is dus de Barbie geheim agent. Alleen dan als kind. En deze set, deze pop, is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar en is gemaakt door Mattel. Dan gaan we deze eens eventjes beter bekijken. Ik ben benieuwd. We kunnen misschien ook wel vergelijken met de grote Barbie pop. Dit is onze Barbie Junior geheimagent. Eigenlijk lijkt ze best wel op de grote Barbie pop. Ze heeft lang blond haar. Hier heeft ze nog een kleine clip-in extension in het roze. Die kun je natuurlijk ook eruit halen als je hem niet mooi vindt. Dan heeft ze hier een roze headset op. Ze heeft een oranje zonnebril op. En met deze headset kan ze informatie doorgeven aan het commandocentrum en dan kan ze ook boodschappen doorkrijgen. Dus ze kan ook updates geven over de missie en in haar hand heeft ze nog een tablet. Ik probeer te lezen wat erop staat. Ik haal hem er eventjes af. Het is best wel klein. In ieder geval een hoop cijfertjes. En de tekst die kun je niet lezen. Die ene arm die heeft ze gebogen. En daarmee houdt ze de tablet vast en de andere arm heeft ze gestrekt. Ze draagt een roze jurkje. En misschien is het ook wel een topje met een shirt met een rokje. En dan heeft ze ook nog een roze legging aan. Verder heeft ze nog zwarte laarzen. En eens even kijken hoor. Volgens mij kan die grote Barbie die kan een ratslag maken en de vriendinnen die kunnen ook nog een ander kunstje. Maar deze kleine Barbie die kan niet zoiets. Ze kan alleen maar lopen of wacht. Nou, ze kan wel een spagaat maken in ieder geval. Maar verder heeft ze niet die speciale kunstjes zoals de grote geheimagenten. Ze heeft ook verder geen mechanisme in de rug of zo. Je ziet ook geen hendeltje waarmee ze een ratslag kan maken. Dat kun je natuurlijk wel spelen, maar er zit geen knopje voor. Ik vind het in ieder geval best wel cool. En het is eigenlijk net zo leuk als een normale Barbie pop. En ik zal dan nog wel een keertje een vergelijking doen tussen deze Junior Spy Squad geheimagent en de echte geheimagent. Laat me maar weten wat jullie van deze poppen vinden. Ja, ik ben dus benieuwd of ze lijkt op de grote Barbie. We gaan het zien. Geef me een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer je op ons kanaal. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!